daar sta ik dan, midden in het Habshuis in Habs. Hier in dit prachtige park, gelegen aan de rand van Habs, is het Habshuis verrezen. Een gebouw wat nagebouwd is, wat eeuwenoud is. En nou ja, hoe dat allemaal gekomen is, dat kunt u zien in een van onze vorige reportages. Ja, en eigenlijk staat het nu al een paar jaar. Maar ja, de officiële opening, die kon helaas nog niet plaatsvinden. Maar nu zometeen wel. Welkom. Van harte welkom allemaal bij de opening van het Habshuis. Het heeft 2 jaar geduurd. 2 jaar, ja, corona en nu eindelijk toch een opening. Een speciaal welkom voor Maarten Jielissen, wethouder van de gemeente. Olaf de Koon van de bedrijvenpark Laarakker. Tom Hos ook welkom, projectleider van archeologie die het een en ander bloot heeft gelegd op het bedrijventerrein. Ook een welkom voor de vertegenwoordigers van het Vredeskapelletje, de dorpsraad, de pers en alle bedrijven die op welke manier dan ook meegewerkt hebben aan de bouw van deze bouw. En als laatste en zeker niet minste, welkom voor alle vrijwilligers met hun echtgenoten. Marius, aan jou verder de eer. Ik ben ontzettend trots op de vrijwilligers die onder vakkundige leiding van Leo Wolterbeek de bouw van het Habshuis onder tropische temperaturen, was toen 30, 35 graden dat we dit gebouwd hebben, in 10 werkdagen gerealiseerd hebben. Het was echt afzien. Echter, het enthousiasme waarmee iedereen vanaf het begin zijn bijdrage heeft geleverd, was ongekend. Honderden palen moesten geschild worden, tientallen gaten geboord, ontelbare pennen van houtverbindingen werden gemaakt, sleuven gegraven en veel grondwerk werd verzet. Niet onvermeld, inwendig kwamen we niets tekort. Daar zorgde onze Joep wel voor. Het begon allemaal met een gesprek op het gemeentehuis met Maarten Jielissen en Arjan Eysen. Van hen kregen we het groene licht om de plannen verder uit te werken. Regionaal bedrijventerrein stelde de financiële middelen beschikbaar. Gemeente Kuik had geen bezwaar tegen de bouw in het park en Leo gaf enthousiast zijn medewerking aan de bouw. Voortvarend werden afspraken gemaakt met firma Fransen uit Deurne voor levering van het hout. Met loonwerkersbedrijf Werks over het grondwerk, met nabuurs Elektro over de aanleg van de elektra, met Abe Reclame en constructiebedrijf Arts over het infopaneel. Emiel Arts zorgde voor aanvoer van het hout. Toen konden we beginnen met de bouw. Er stond een team klaar die popelde om te starten met meer dan 500 werkuren. Werd samen met Leo keihard gewerkt aan het Habshuis. Alles werd gefilmd door Piet Vermeulen van Wijk TV De Valuwe en op foto vastgelegd door Nico Barten. Piet en Nico, bedankt hiervoor. Resultaat van alle inspanningen staat achter mij. Een nagebouwd prehistorisch boerderij uit de ijzertijd. We zijn trots op het resultaat. Het is niet alleen een aanwinst voor het park, de Wild, maar ook zeker voor Habs en het land van Kuik. Alle betrokkenen, nogmaals dank. RBL voor het loyaal beschikbaar stellen van het budget. De gemeente Kuik voor een medewerking in de verlening van de vergunning en verdere dienstverlening. Plaatselijke ondernemers voor de grandioze samenwerking. Ik ben trots op het resultaat, op het park en op de vrijwilligers van Park De Wild. Dank u wel. Goed dat jullie er allemaal zijn. Een poosje terug heb ik hier ook gestaan. Geëekt, of eken om het zo maar te zeggen, de eikenschors van die bomen afhalen. Er zit dus heel veel ook handwerk in en dat kun je eigenlijk ook allemaal wel zien met allerlei middelen, oudere instrumenten ook gedaan. Het meest verrassende was dat de uitvoerder zelf wel de motorzaag hanteerde, want die werd dan ook nog wel gebruikt. Dat was dan toch wel wat makkelijker als met een zaag die hele dikke balken doorzagen. Dus
Wat dat betreft, ik denk heel veel waardering ook voor de vrijwilligers. Dat was echt heel heet en het zweten ging wel makkelijk. Het kwam deels door de temperatuur, maar ook gewoon dat het hard werk is. Want een boom schillen, ja, dat is toch een vak apart. Maar in ieder geval, dat heb ik ook mee mogen maken. Een klein stukje mogen doen. Ik weet niet welke balk het is geweest, maar een van deze is ook van schors ontdaan door mij. Ik zou zeggen, iedereen, jullie mogen heel trots zijn hierop. Ik bedoel, ik ga even niet over de tuin, want ook hier heb ik gezien dat hij heel anders is begonnen als dat hij er nu uitziet. Dat is al een paar jaar terug. Maar moest kijken, als je nu om je heen kijkt, wat een geweldige locatie het is met zo'n geweldig gebouw. Ik denk dat heel Haps daar trots op kan zijn. En in ieder geval, deze blijft ook nog heel lang staan. Hè. Met eikhout blijft, als het goed is, nog wel een paar jaar goed en stevig staan. Dat weten we uit de historie, anders hadden we niks teruggevonden. Ja, al bedankt voor de aanwezigheid ook. En volgens mij is het dan tijd om dat ook officieel te openen, of niet, Olaf? Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, ja. Dan kijken we door de ramen. Ja, ja.